Er wordt een veiligheidszone ingesteld op onafhankelijkheidsdag komende donderdag. Tijdens de persconferentie van morgen is duidelijk gemaakt dat er geen bezoekers vanuit de samenleving rondom het onafhankelijkheidsplein mogen zijn. Behalve de genodigden en speciaal geregistreerden mag niemand anders de parade en het défilé van 46-jaars revidentie van dichtbij meemaken. Er is reeds bekendgemaakt dat er op die dag geen total lockdown zal zijn. Dat wil niet zeggen dat de samenleving tot in de kleine uurtjes op de openbare weg mag zijn, zegt districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost. De partiële lockdown, dat u ook inmiddels weet, dat ingaat op 2300 uur, dat is 11 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend, meer bekend als de avondklok, die zal onverkort gehandhaafd blijven. Ik zeg dit heel expliciet, kijkers en luisteraars, omdat wij reus hebben ontvangen uit die samenleving. Dus de avondklok blijft gehandhaafd. Maatregel 2, het uitgangsgebied dat bekend staat als Wakapassi en het verlengde daarvan, de Roosevelt-kade, bevinden zich op die dag in de ingestelde veiligheidszone. De inspectie van de troepen ziet er van het jaar anders uit dan normaal, legt Bob Mangal, overste van het Nationaal Leger, uit. De inspectie vindt plaats bij het Kerkplein in plaats van gebruikelijk bij het Onafhankelijkheidsplein. Politieinspecteur Milton Kensmil legt uit hoe de omlegging rondom de veiligheidszone eruit zal zien. Daar zal de president de troepen inspecteren. De korpschef en de bevelhebber die gaan de troepen begroeten. De troepen die zijn samengesteld uit de strijdkrachten, het Nationaal Leger en de buitenlandse eenheden die dan gaan meedoen. En verder hebben we de gewapende machten, waaronder het Korps Politie Suriname, de korpsen van de penitentiaire ambtenaren, brandweer, douane en BBS. En al deze eenheden komen met hun vaandels, ze komen met hun drumbands. En nadat de inspectie en de begroeting afgelopen is, gaan ze formeren op de Henk Aronstraat. We hebben de kleine omlegging die begint of die omvat de Kleine Waterstraat en de Rooseveltkade. De grote combiweg Henk Aronstraat. De Henk Aronstraat en de Noorderkerkstraat. De Limapouwstraat, Watermolenstraat. De Grote Hofstraat en de Watermolenstraat, de Keizerstraat, de Grote Kerkstraat en de Wagenwegstraat, of de kruising Wagenwegstraat en de Klipstenenstraat. Dan hebben wij nog de grote wegomlegging, dat omvat of die begint bij het Rietberg, het Meester Rietbergplein. In het zuiden hebben wij de Jodebreestraat. Westen de Toertonnelaan. Ja, en het oosten is in deze situatie niet zozeer van belang, omdat in het oosten wij kijken in de richting van de Suriname rivier. Alvin Roosveld, directeur van de communicatiedienst Suriname, deed een beroep op de samenleving om het défilé en de parade van huis uit te volgen. Niemand mag zich voor en na 2 uur 's middags in en rondom de veiligheidszone begeven. Het défilé wordt live uitgezonden via ATV en STVS.